Gisteren in Lang Leven de Liefde. Samantha heeft niet de behoefte om meteen naast Mitchell te kruipen. Hoi. Jij mag wel in bed slapen. Ga op de bank. Ah. Oké. Okay. Beiden denken heel anders over de toekomst van deze date. Is het een leuke meid en zo, of niet? Ja, zeker. Leuke meid. Spontaan. Ziet er goed uit, ja. Wordt het wat? Irma hoopt dat Evert al haar dromen uit laat komen. Binnen. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Samantha is door een vervelende blessure gestopt met kickboksen. Maar na bijna 24 uur met Mitchell wil zij met alle liefde nog even snel een lesje leren. Het ziet er wel mooi uit, hè? Wees dat nu eens toch met van die pet zo? Links, rechts, links, rechts. Ja, je kan ook tegen elkaar zo, maar dat doe maar niet. Nee? Dan breken mijn nagels misschien wel. Oh. Links, rechts, hoek, hoek. Ja? Oké. Okay. Ja? Nog een keer? Ik heb nu al warm. Ik zweet zelfs nu. Ik ruik niks hoor. Zo. Oeh. Oh. Ik sloop weer alles. Oh. Ik heb mijn pet nog op. Ja. En doe ik zo af hoor. Hoi. Hallo. Irma. Hoi. Evert. Evert. We zijn coronavrij. Dus ja, corona getest. Dus. Ja. Ja, leuk. Ik heb een leuk muziekje eventjes als binnenkomertje. Dat is wel leuk om een beetje warm te worden. Even kijken. Doet hij het? Ik heb zelf meegenomen. Kijken of je deze kent. Ja, die ken ik wel. Ken je die? Kan je een beetje, ben je los in de heupen? Ik ben wel los in de heupen. Oh. Je gaat meteen al dansen. Ja. Doe je mee? Ik ben eerst een drankje, denk ik. Moet je eerst een drankje drinken? Ja. Oh, je bent nog niet los. Ja, die heb je zelf meegenomen. Ja. Oh, apart. Leuk, hè? Ja. Oude singeltjes, joh. Met, ja. Nou, eerst een drankje. Ja, of een kopje koffie of een kopje thee. Ligt wat jij wil. Een dansje is even te veel gevraagd. Maar Irma is wel even stiepen en ze houden allebei van gezelligheid. Dus geef het even 24 uur en dan komt het vast wel goed. Wat gaan Mitchell en Samantha doen? In eerste instantie leek Mitchell wel geïnteresseerd en Samantha juist helemaal niet. Maar misschien kijken ze na het rondje kickboksen wel heel anders naar elkaar. 24 uur. Ja. Ja. Hoe vond je het gaan? Ja, ik vond het wel gezellig gewoon. Ja, ik vind je ten eerste hè, een leuke meid. Dus ja. Je ziet er goed uit. We hebben inderdaad samen kunnen lachen. We hebben leuke dingen gedaan. Ja. Zeker. Alleen ja, ik merk toch wel dat we allebei een beetje in een andere levensfase ook zitten. Ja. Ik heb feesten en dingetjes heb ik gehad. Ja. Dat heb ik wat eerder gedaan. En ik ben wel echt op zoek om naar iemand een beetje te gaan settelen, zeg maar. Ja, snap ik. Als ik iemand zie, is het alles of niets, snap je? Ja, ja. Dus ik ben niet zo van dat ik nu denk misschien dat ik jou nu nog leuk kan gaan vinden. Dat ik denk van wow, weet je wel. Ja, ik merk het ook wel een beetje aan jou. Dan sluit die deur natuurlijk wel een beetje bij mij. Dus. Maar ik zoek ook iemand die echt wel tegengas geeft, snap je? Ja. En dat mis ik ook wel een beetje. Okay. Ik heb wel dat kettingje van jou gekregen. Wil je dat terug hebben? Of... Nee. Ja, jij mag die parfum ook gewoon houden. Ja. Maar ik dacht, ik vraag het even. Nou, dan ga ik mijn spullen maar pakken, denk ik. Ja, is goed. Hey, dankjewel, hè. Hey, doei. Doei, doei. Mitchell zoekt een vrouw die niet meer de deur uit hoeft om een feestje te bouwen. Maak jij het graag minstens 24 uur gezellig met hem? Geef je dan nu op voor een date. Samantha gooit de handdoek voorlopig in de ring. Maar de liefde is net als kickboksen. Er komt altijd weer een volgende ronde. God, je hebt allemaal cadeautjes meegenomen, man. Ja. Jeetje, Mina. Kijk, ik had een hele lekkere fles wijn. Want die vind ik zelf heel lekker. En ik denk, maar dan moet je net van rode wijn houden. Ja. En deze heb ik dan meegenomen. Ja, nou, dank je wel. Dat is leuk. En nou, dit is voor jou. Ik zal beginnen met de envelop. Zoveel cadeautjes, man. Ja, aardigheidje toch. Welkom, mijn lang levende liefde date. Leuk dat wij door het team gematcht zijn... en dat de aankomende 24 uur elkaar beter leren gaan kennen. Wie weet ben jij de liefde van mijn leven. We gaan er een leuke tijd van maken. Irma.
Nou, heel mooi. Dan weet je mijn naam nog. Ja. Hè? Evert, toch? Evert, ja. Ja. Nou, en hier heb ik ook nog een lekker wijntje voor je. En nou, nog een paar cadeautjes, dus ik zou zeggen, pak maar uit. Lekker ook jarig ben. Gooi ze matrasjes. Gooi ze met hele pad, ja. Ja. Hé, hey, en we gaan nog even wat leuks doen met... ik heb nog iets leuks om met gips, is dat... Met gips? Ja, met gips. Nee, ik ga niet gips, hoor. Ik ga niet gips, hoor. Ja, ja. Kijk eens even naar dit plaatje. Hoe romantisch is zo'n witte wereld. Heel romantisch als het aan Sander ligt. De reislustige vrijgezel uit Amersfoort heeft al heel veel prachtige plekken gezien in zijn leven. Maar het mooiste uitzicht moet hij nog vinden. Wat is voor mij een droom? Dat ik met iemand samen oud kan worden natuurlijk. Want dat is wel iets, ik mis het wel in mijn leven. Gewoon iemand naast me te hebben. En wel nog veel meer van de wereld zien. En ik hoop iemand te vinden die samen met mij dat wil aangaan. Tinder en Happn heb ik op mijn telefoon staan. Maar ik heb ook niet zoveel matches. Nou, misschien ligt het aan mijn profiel, ik weet het niet. Maar ik ben daar niet van. Nee, ik moet iemand zien, iemand spreken. En dan heb je een leuke indruk daarvan. Zo hé. Dan denk ik dat ik kan laten zien wie ik ben. En niet via zo'n telefoon een gesprek voeren. Ik denk dat je in 24 uur wel een klik kan hebben met iemand. Of dat je meteen weet dat het niet is. Ik denk dat ik misschien grof over kan komen soms of zo. Ik zeg wel waar het op staat. Ik zoek gewoon iemand die sterk in zijn schoenen staat. Ik zoek niet een poppetje of zo. En er hoeft voor mij ook geen 3 lagen make-up op. En daar ben ik niet van. Heel goed, want Sherrit die houdt er ook niet van. En is een echte natural beauty. Vreemde landen bezoeken vindt de 24-jarige wel helemaal te gek. Al heeft ze inmiddels meer behoefte aan een maatje dan aan een reisgenoot. Ik ben wel heel lang single. En nu heb ik zoiets van, nou, ik zou het wel heel leuk vinden om een relatie te hebben op dit moment. En ik ben daar ook gewoon klaar voor. En hoe leuk is het als het in zo'n programma kan, dat je gewoon een paar dagen zit en het gewoon klikt. Ik heb nooit op Tinder gezeten. Ik wil het liefst gewoon sociaal met iemand praten om te kijken of het echt klikt. En niet gelijk van het uiterlijk afgaan. Dat je gewoon gesprekken aan kan gaan, dat het gezellig is. En dat diegene ook echt gewoon dingen aan je waardeert. Ik val echt totaal niet eigenlijk op Surinaamse jongens. Of op getinte jongens. Nee, nooit gehad ook. Ik moet wel iemand dat ik gelijk denk, ja, ik vind jou inderdaad echt leuk. Of ik vind je uiterlijk past er wel bij. Maar als de innerlijk niet leuk is, dan houdt het voor mij ook op. Hi! Hey. Zo. Hoi! Hey, hoe is het? Goed! Oh, het is zo koud. Ja, echt hè? Hey. Oh, het is mooi. Dat is niet normaal, hè? Hoe heet je? Sherrity. Sherrity. Ja, maar Sher is ook goed. Sher is ook goed. Ik ben Sander. Hoi Sander. Hey. Sherrity. Oh, wat lekker. Ja, ik denk ik gooi er gewoon even eentje op tafel. Dan kunnen we het beginnen. Ben je zenuwachtig? Nee. Nee? Oh, ik wel een beetje hoor. Nee, totaal niet. Nou, fijn toch? Heerlijk. Komt u hoor. Gewoon knallen. Hoppatee. Heerlijk. Ik had ook wat meegenomen. Ik hou ook wel een beetje van bier. Dus ik heb Utrechtse biertjes meegenomen. Lekker. Ja, ik had ook wat voor jou meegenomen. Omdat ik best wel lang in Zuid-Afrika heb gezeten. Ik weet niet of je het lekker vindt. Maar dit is een snack daar. Dat heet biltong. Wat zit er eigenlijk in? Gedroogd vlees is dat, zeg maar. Oh, wat leuk. En ik vind dat best lekker. Dus ik dacht van, nou, dan neem ik dat voor jou mee. Maar ik wil het sowieso proeven. 9 maanden geleden ben ik teruggekomen van een reis. Met niet zo heel veel geld. Oeh. Ja, nu ben ik weer terug bij mijn moeder eventjes gegaan. Maar ik ben wel aan het zoeken naar iets om, voor mezelf. Want het, ja, het is het toch niet, zeg maar, om weer terug bij je ouders te gaan. Ik snap het. We gaan met gips. Gaan we, Nee, ik ga niks met gips doen. Nee, eerst moeten we mal maken. Mijn handen maken. Kunnen niet tegen gips. Nee, eerst gaan we mal maken. En dan moet je dus met 2 handen in elkaar. Kan je dus elkaar vasthouden zo. En dan maak je mal. En morgen doen we dat gips erin. En dan wordt die mal opgevuld en dan zie je het resultaat. Maar dat is dus heel leuk vanwege lang leven de liefde. He, een soort verbintenis met de handen in elkaar. Is toch leuk? Dus. Hou op met die flauwekul, hoor. Irma is een vrouw die weet wat ze wil. Evert zoekt precies zo'n type, maar ziet nogal een verschil tussen weten wat je wil en je zin doordrukken.
En Irma's plan om hun handen in het gips te gieten voelt toch echt meer als het laatste. Hou op met die flauwekul, hoor. Kom op, zeg. We gaan zo eten koken. Ik ga dat niet maken. We gaan zo eten koken. Nee, nee, de boodschappen zijn er nog niet. We gaan eerst dit doen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja, ik weet überhaupt niet. Dat is gips. Gebruik vanaf 4 jaar. Hoe oud ben jij? Ik denk dat we hierin gaan mixen. Dat is het handigste. En even kijken. Met de ik ga even buiten een wandeling maken. Nee, je handen onder. Hou op met die gips, joh. Wordt leuk, joh. We moeten even kijken hoe de positie wordt. We gaan het op een zuiper zetten. Zo, we gaan deze ook zo even proberen. Oh, ik moet het allemaal afwegen. Ja. Nou is het hard. Godverdamme. Nou, ben je zover? Hoppakee, die eruit. En zo. Gaan we hierin? Dat kan toch niet? Jawel, dat kan wel. Kom op, dat kan. Kijk. Ja, ik snap hier niets van. Moeten we 3 uur staan? Hoe lang gaat het echt duren? Serieus? Nee, het verkleurt. Kijk, mij verkleurt. We zaten wel een tijd om op staan, toch? Kijk, het bubbelt niet meer en de kleur verandert. Hé, gaat goed, hè? Ik denk dat jij heel voorzichtig, heel los eruit kan. Kijk. Lukt die? Heel voorzichtig. Het lukt je. Nou, wat goed van jou. Kijk eens. Je mag je handen afwassen, hoor. Dat mag. Sander en Charity maken er meer een traditionele date van. Ze hebben net een drankje gedaan aan de bar en proberen elkaar nu beter te leren kennen tijdens een potje pool. Ben je een beetje van het daten normaal gesproken of niet echt? Valt eigenlijk wel mee. Het is meestal inderdaad spontaan. Ja, precies. Ik vind het vaak zo ongemakkelijk, jongen, en normaal een date. Ik ben al gauw bang dat ik het verkeerd doe, zeg maar. Dat is meer het ding. Nee, joh, als je zelf bent. Daarom, ik ben ook mezelf gewoon. Dan is het juist leuk. Precies. Je bent wel echt lief. Oh. Maar wat zoek je vooral in een relatie? Nou, ik zoek in een relatie wel echt een aanvulling, zeg maar. Niet moeilijk zijn met een keertje in een tent slapen of nee, een keertje dat is in, toch leuk? Ja, maar ik ben dus niet zo iemand die met echt zo'n popje, met een vrouw die helemaal onder de make-up zit, weet je wel. Daar ben ik echt totaal niet van. Maar wel super blij, echt waar. Je bent echt super aardig, hartstikke grappig. Nee, ik moet zeggen dat ik echt heel makkelijk, ja. Echt de verademing is voor mij. Jij hebt ook een planner, denk ik, hè? Hele planner ben jij. Hoezo? Jij bent niet zo van, het is dinsdagavond en we hebben het eten op, van, kom, we gaan even naar het theater. Waarom niet? Nee, daar lijkt je me helemaal geen type voor. Weet je wat Nivea is? Nivea? Niet invullen voor een ander. Nee, maar nee. En dat doe jij nu. Jij vult iets in en je kent mij helemaal niet. Jawel, ik ken je wel. Nee, je kent me niet. Jawel, ik ken je wel. Helaas, want zo ben ik helemaal niet, zoals jij zegt. Jij gaat niet op vakantie zonder hotel. Heb je handschoentjes voor mij? Hallo, ben jij gewend zo'n type die jou alles aandraagt? Of kan je het ook zelf? Hoeveel aardappelen eet jij? Veel? Nee, hoor. Dit is toch zat voor 2, denk ik? Best te weinig. Nou, dan eet je het ook allemaal op ook. Huppakee. Hoeveel verschil kan er zijn? Waar Irma en Evert elkaar zo'n beetje verbaal de tent uitvechten, vullen Sander en Charity elkaar op alle fronten feilloos aan. Krijg je kriebels in je buik als je naar me kijkt? Ja, zeker wel. Oh, dank je. Wat lief. Ja. Ik zou je eerlijk zeggen, ik val juist wel op getinte meiden, ja. Ik heb juist andersom. Ik wil echt zeggen, ik kan niet op getinte dudes. Ik weet niet wat het is, vraag me niet waarom. Dus dat is echt top. Ja. Heel blij mee. Echt leuk. Echt leuk, ja. Maak je date aan het lachen door hem of haar te kittelen. Succes. Probeer maar. Ik kan het tegen. Je kan echt tegen kittelen. Ja, dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Welk lichaamsdeel krijg je de meeste complimenten? Welk lichaam? Nee, ik krijg niet zoveel complimenten. Oh. Nee. Je hebt hartstikke mooie ogen. Is toch raar dat niemand daar complimenten over geeft? Zie je jezelf al met mij knuffelend op de bank liggen? Ja, zeker. Ja, ik ook. Nou, kom hier dan. Heerlijk.
Nou, lekker rustig, hè? Nou, je kan een vraag stellen. Wat voor vragen? Nou, stel jij dan een vraag aan mij dan. Hallo, ik heb de hele tijd al vragen gesteld. Nou ben jij in de beurt. Je hebt niks geen vragen gesteld aan mij. Tjoe. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, we gaan eten zo. Maar verder vind je er geen reet aan. Maar, wat hoop jij te vinden? Je moet wel heel diep over nadenken, hè? Ja, ja, ja. Eet smakelijk. Hoe pittig heb je hem gemaakt? Nou, een beetje sambal. Uh-huh. Ja, je bent Surinaams, toch? Dat komt wel goed. Warm? Ja. Yes. Heerlijk. Dankjewel voor het koken, meneer. Nou, jij hebt ook goed gesneden, toch? Ik heb alleen maar... Ik heb toch alleen maar die kip gedraaid, hè? Lekker hoor. Goed zo. Wat gaan we eigenlijk doen met slapen? Ik vind het echt niet erg om op de bank te liggen. Weet je zeker? Ja. Ik ben er altijd zo gemeen bij. Ja, maar je hoeft je niet gemeen erbij te voelen. Ik snap dat echt heel erg, als je dat liever hebt. Dat is... Dat is toch ook niet gek. Als je elkaar net kent, je gaat toch nooit met iemand die je net kent in een bed slapen. Nee, heel graag. Dankjewel. Ja, tuurlijk. Bij de buren wordt het er niet gezelliger op. Irma en Evert hebben zelf duidelijk aangegeven waar ze naar op zoek zijn. En op basis van die punten hebben wij ze samengebracht. Maar als de karakters meteen botsen, is er geen ruimte meer voor overeenkomsten. Nou, jij zit hier dus niet voor de liefde van je leven. Ik heb gewoon zoiets van, ik ga er gewoon voor. Eigenlijk vind ik het gewoon een beetje lullig hoe je doet. Je schrijft je in voor zo'n programma. En dan gaan ze er toch vanuit dat je serieus bent. Ja, ik, en dan vind ik je niet serieus. Je zit een beetje als een zoutzak van, nou, het zal allemaal wel en ik vind het niks. Ik denk, nou, kom ik een leuke vent hier tegen. Waar is die leuke vent? Aan mij ligt het niet, hoor. Ik was met de beste bedoeling hier naartoe gegaan, maar... Ja, ik ga niet aan een dood paard lopen trekken. Maar goed, ga er maar eens een nachtje over slapen. Misschien zie ik morgen allemaal heel anders. Sander en Charity hebben het juist vandaag ontzettend leuk en gaan vrolijk door. Want waarom zou je bezig zijn met morgen als je nu kunt genieten? Oké, snel. Oh, God. Maar voor wat voor dingen ben je dan wel naar op zoek? Ik weet dat ik een gezin wil, want dan, als je dat weet van tevoren, weet je eigenlijk ook dat je niet forever dingen kan blijven doen. Klopt. Dat is gewoon zo. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant vastigheid. Kijk, ik ben nu 2 jaar weg geweest en ik kan nog steeds vastigheid ergens krijgen. Maar... Ja, ik weet niet. Natuurlijk zou ik echt wel een huis uiteindelijk willen en een gezin. Ja. Nou, alleen dan zoek ik dus iemand die naast het gewone leven... De kinderen zijn gewoon geweldig. Ja. Dat vind ik echt de bom. Maar dan moet je daarnaast nog steeds die momenten samen kunnen hebben... dat je dus bijvoorbeeld iets gaat doen. Ja. Ik zal even een duik in die sneeuw nemen. Ja, mag. Waarom ben je sneeuw? Kom maar uit! Oh, God. Kom maar uit. Ah, het is wel koud, doe het af. Hier is nog een kleed. En anders doe je de kachel aan. Ik ga een blouse uitdoen en ga ik liggen. Nou, ik ga gauw weg. Als jij wat uit gaat doen, ga ik weg. Ja. Hé, hey, wilt rust, hè? Wat rusten. Mm.
Hallo, hallo. Hallo. Mijn zus vindt je nu al geweldig. Is dat zo? Ja. Vanwege die sneeuw ja. Helemaal. Strijder. Goedemorgen. Zeker. Slaap lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja. Het zou zo leuk zijn als Evert en Irma er ook nog een gezellige ochtend van kunnen maken. Ik vind het toch een leuke ervaring, hoor. Jij had niet gedacht om hier zo'n leuke vrouw te vinden. Nee. Zoek je man. Maar jij bent nu teleurgesteld, denk ik. Nou, kijk, ik vind het jammer, want je gaat met een bepaalde insteek ga je het huis in. Ja. Want jij hebt gewoon zoiets van... Ja, maar kan toch zijn... Ik denk niet dat ik jouw type ben, dat weet ik zeker. En jij bent misschien niet mijn type, dat kan toch? Dat kan. Nou, je moet altijd wat ruimte openhouden dat het wel kan lukken. En het ligt ook aan wat je er zelf aan doet. Als je elkaar beter wil leren kennen, doe je daar moeite voor. En ik wil er wat van maken. En jij doet er eigenlijk weinig voor, want je hebt gewoon zoiets mo. Het is toch niks. Maandag vinden Irma en Evert tussen al die verschillen toch een match. Oh, wat leuk! Is het mijn duim of jouw duim? Kan je al zien wat het is? Dan maak ik hem even schoon, dan kom ik zo even kijken. Je bent ook lekker makkelijk, hè? Ik heb die jongen gevraagd om dit te doen natuurlijk, hè? Nou, het is wel grappig, toch? De hand van Evert.